zijn vandaag via de Leie België doorgevaren. En nu zijn we in Frankrijk. In Lille om precies te zijn. Het begint langzaam donker te worden. En boven sluis Grand Carré. We willen eigenlijk even laten zien hoe mooi het kan zijn om in het donker te varen met alle lichten. Dus ik ga deze keer niet al te veel vertellen. Kijk maar gewoon mee. Zoals het op het filmpje uitziet, ziet het er in het echt ook zo'n beetje uit. Op ons radarbeeld zie je een hoop stippen aan de andere kant van de brug. Dat zijn valse echo's. Dat is heel typisch voor een radarbeeld, want het hoort erbij. En voor de volledigheid, de brug op die radar, dus dat streepje dwars over de vaarweg. Nu de twee zogenaamde NAF-lijnen aangezet, zijn die strepen op de radar evenwijdig aan onze koers. Dan kan ik goed zien of we in het midden van het vaarwater zitten. En je hoeft natuurlijk niet in het midden te zitten. Zoals nu zijn we een bochtje aan het afsnijden, het kan net zo goed.
bakbord zie je twee overdekte kades. Maar op de radar zie je dat natuurlijk niet als zodanig. Dan zou het net zo goed schepen kunnen zijn of zo. Of een versmalling of de zijkant van het kanaal, whatever. Dus dat is mijn plaatselijke bekendheid. Dat je weet dat je er onderdoor kan varen. Klein advies, als je niet gewend bent. Ga nooit ergens in het donker varen als je niet al een paar keer overdag geweest bent. Dat je weet hoe het eruit ziet. Tenzij het echt niet anders kan. Ik kan nu heel goed op de radar zien dat er een stuurboord vlak voor de brugversmalling een ton ligt. In het echt zie je die heel slecht met je ogen, maar hij ligt er wel. Maar een klein schip met radarreflector heeft ongeveer zo'n vergelijkbare ergo. Ik zet de radar op een iets groter bereik. Dan kun je wat meer voor ons uitkijken. Want het is jammer wat breder aan het worden, dus dan hoeft hij niet meer zo heel klein te staan.
We varen nu trouwens grotendeels op zicht, gewoon naar buiten kijken. We zijn hier goed bekend. Die radar staat er alleen maar bij, ja, voor de zekerheid. In een van onze vorige filmpjes had ik het over onze rivierpiloot. En dat apparaat is gekoppeld aan de radar. Dus boven in het radarscherm zien we twee balken. De bovenste is de rate of turn, oftewel de bochtaanwijzer. De onderste is de rudder, oftewel de roerstand. Dan hoef je in de mist niet steeds naar je apparatuur te kijken, maar kan je gewoon op je radarscherm concentreren. Ik zal een link naar dat filmpje in de beschrijving zetten. Duidelijkheid, varen ze bijna altijd op piloot, niet op de wegafhankelijke stand van de rivierpiloot. Dat wil zeggen dat met het pookje geef je aan hoe groot de bocht moet zijn die je wil varen of dat je rechtuit wil varen. En de piloot zorgt ervoor dat de roerstand zo is dat je precies die bocht vaart. Dus je hoeft niet te compenseren of tegen te sturen zoals je met handbediening wel moet doen. En als we op radar varen, altijd op piloot. Want op handbediening is dat heel lastig. Dat kan wel, maar het is echt heel moeilijk.
goed op ons radarscherm kijken, zie je eerst die brug. En daarna zie je een echo. En dan ook een echo aan de bakboordoever. Het zou wel eens een schip kunnen zijn. En als ik gewoon recht voor ons kijk, zie ik ook iets wat best wel een heklicht of een ankerlicht zou kunnen zijn. Dus die zou daar wel eens een schip kunnen liggen. En als ik vals speel en ik kijk op de AIS, dan zie ik dat daar inderdaad een schip ligt. Maar ik wil alleen maar aangeven dat je dat zelfs met blote ogen kan zien liggen. Heel algemeen zou je kunnen zeggen dat alles wat je op je radarscherm ziet, ook met het blote oog te zien moet zijn. Omdat de radarstraling zich altijd horizontaal voortbeweegt. Radarstraling kan niet om een hoekje kijken. Je ziet ook een hele irritante echo midden in het vaarwater. En dan kun je ook naar buiten kijken en dan zie je dat daar een hoogspanningsleiding loopt. En dat is typisch het effect van zo'n hoogspanningsleiding. Dan zie je al heel snel valse echo's. Die kunnen heel irritant zijn. Dat ze min of meer met je schip meebewegen. Dus als je die zou willen gaan ontwijken, dat je denkt dat er iets aankomt, dan gaat die gewoon met je mee. Je ziet dat afgemeerde schip daar net aan bakboord trouwens ook heel duidelijk met blote ogen liggen. We gaan even wat rustiger aandoen. Het schip is geladen, het is niet zo heel breed. En ik wil er niet al te hard langs varen in verband met de zuiging. Als je zo in het donker vaart, heb je heel erg de neiging om lichten af te sturen op lichte plekken. In de schaduwen zie je niet zoveel, dus daar blijf je instinctmatig van weg. Maar dat is heel gevaarlijk, want het is niet gezegd dat op de lichte plekken ook het beste vaarwater is. Daar is alleen maar het meeste licht. En dat is een van de redenen dat we in het donker toch bijna altijd de radar erbij bestaan. Zodat je ook kunt zien wat er in donkere plekken gebeurt.